woensdag 15 januari 2014 wordt de bekerfinale van de Nederlandse IJshockeybond gespeeld. En wel tussen Destil Trappers en Heerenveen. De onderlinge verhouding is dit seizoen 2-2, waarvan de laatste twee ontmoetingen gingen naar Heerenveen. Idertie Media peilde de verwachtingen bij het Tilburgse publiek. Aanstaande woensdag bekerfinale in Eindhoven. Wat gaat de Trappers doen daar? Winnen. Niks anders dan winnen. Gewoon een mooie wedstrijd van maken. Winnen natuurlijk, winnen. Zeker. Ja. Ik heb geraden 6-2 winst. Dus daar ga ik vanuit. Ik hoop natuurlijk winnen, maar het tegenstander is best sterk. Dus, Winst. Winnen. En goede ijshockey. Winnen. Waarom? Nou, we zijn gewend van Tilburg. Hè. De Trappers altijd alles wint. Ja. Maar het is pijnlijk voor mij, want ik kan er niet bij zijn. Ik ben er elk jaar bij en dan moet ik toevallig de 14e naar het ziekenhuis. Ik word geopereerd aan mijn knie. Dus helaas ben ik er niet bij. Waarom denkt u dat ze gaan winnen? Nou, dat laat het spel zien, hè. En ze laten het eigenlijk echt niet overlopen nu, hoor. Dat gaan ze echt niet doen. Omdat wij beter zijn. Waaruit gaat dat blijken? Tilburg is veel beter, veel aanvallender, veel mooier spel. Dus ik denk dat Tilburg dit gewoon woensdag gaat pakken natuurlijk. Nou, dat blijkt nog niet, maar we zijn heel erg goed op het ogenblik, heel sterk. Dus ik geloof wel dat ze het halen. Ja, dat hopen we tenminste. Ja, waarom? Ja, ik vind Tilburg nog steeds beter dan Heerenveen. Dus ik denk dat het gewoon moet kunnen. Oeh, een heel spannende wedstrijd. Echt waar. En ik ben echt een Tilburg Trappers fan. Maar ik weet nog niet zeker of ze gaan winnen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Trappers natuurlijk. Waarom? Omdat het gewoon het beste team is. Maar de laatste twee wedstrijden zijn wel verloren gegaan tegen Friesland. Ja, maar dat is eventjes een off dag gehad. Maar het komt helemaal goed woensdag in Eindhoven. Ja. Ja, kan gebeuren. Ja, dat was jammer. Dus je kunt van tevoren nooit zeggen. Dat klopt. Alle twee hebben ze gezien, ook in Heerenveen. En Tilburg was de slechtste wedstrijd in Heerenveen. En hier vond ik ze ook niet goed spelen. Alhoewel bij 1-2 achterstand. Als ze de 2-2 maken, dan walsen ze er overheen. Maar ja, de doelpunten moeten gemaakt worden. Dus ik ben benieuwd. Ja, het is toch een wedstrijd op zich, bekerfinale. En ja, competitiewedstrijd hebben we 2 keer verloren nu van Heerenveen. Maar wij gaan de beker is een aparte wedstrijd en daar gaan we winnen. Ik ga er gewoon vanuit dat ze gaan winnen. Heel goed team. Leuke spelers, gaat goed met elkaar, komt goed. Zeker weten. Trappers, trappers, hier is een leuke